Het is een korte demo. Ik probeer het in 3 minuutjes te doen van Yippie-Eye. Ik ga laten zien hoe we met een lijst van adressen van woningen al een hele betrouwbare indicatie kunnen geven van wat volgens het woningwaarderingsstelsel het verhuursegment is. In deze demo-account laden we even een aantal woningen in. Dit is een voorbeeld van een woningcorporatie in Almere. Die heeft 680 objecten. En met enkel het adres weten we natuurlijk het adres, de plaats, maar halen we het energielabel op, we halen de WOS-waarde op. En met een bepaalde berekening kunnen we dan een soort ondergrens van het woningwaarderingsstelsel berekenen. Door te kijken naar de oppervlakte, daar halen we de gang vanaf. En bijvoorbeeld, we doen een hele simpele keuken erin, een simpel sanitair. En we bedenken een bovengrens. Dat de woning gerenoveerd is met een mooie keuken en met een bad. En dat zie je hier in deze kolom. Dat per adres wordt er een range bedacht van tussen, in dit geval laat ik één voorbeeld nemen. Wittewerf 33 is een woning en die valt tussen 140 en 153 punten met grote waarschijnlijkheid. We kijken niet achter de voordeur, want dat kost te veel moeite om echt te bepalen hoeveel punten nou die woning exact is. Maar dit is zeer betrouwbaar. En daarmee valt hij in het sociale huursegment, want die zit net op de grens van 144. Deze hierboven, die valt tussen de 203 en 210 punten in de vrije sector. Als je erop klikt, dan zie je ook hoe die hele puntentelling gebaseerd is. Nou, het is best een grote woning van 86 vierkante meter. Nou, en met een goed, erg goed label en redelijke WOS-waarde kom je al snel in de vrije sector. Neem het voorbeeld van de sociale woning. Dan zien we, die is wat kleiner. Die heeft een minder goed label. WOS-waarde best wel laag. En dan zie je dat die toch in de sociale huursector valt. Maar stel, heel specifiek, we weten Wittewerf. Wacht eens even, daar zegt de beheerder, die heeft een berging. Kunnen we dat best wel snel aanpassen, zeg maar een berging van 10 vierkante meter. En je ziet direct dat die daarmee in het middenhuursegment valt. Met die gegevens weet je eigenlijk ook wat de gereguleerde huurprijs maar moet zijn. Stel je bent een bank en je hebt een klant, kan je de adressen van de klant inladen. En dan kan je bijvoorbeeld groeperen op het gebouw. En dan klik je op het gebouw, dan zie je alle 6 objecten die bij dat gebouw horen en de gereguleerde huur. En dan kan je al gelijk dat leggen naar wat bijvoorbeeld de laatste huurprijs is, die kan je invullen. Bijvoorbeeld, deze kan je gewoon importeren, dat gaat dan maar automatisch. Dus dat is 1500 euro. Dan zien we, waarschijnlijk is deze woning tussen 133 en 146 punten, maar daarmee sociale huur. Je vraagt 1500 euro, maar de gereguleerde prijs is maximaal 790. Dan geeft hij daar een mooie warning voor, want per 1 juli 2025... moeten sociale huurwoningen aangepast worden aan de gereguleerde prijs. Dan zou een eigenaar naar deze woning kunnen gaan en even kunnen zeggen, hé, wacht eens even, wij gaan daar even een nieuwe, we gaan even wat isolatie doen, een A-labeltje. En dan zie je gelijk hoe dat impact heeft dat deze woning niet hoeft worden aangepast. Dat wil ik even laten zien, heel simpel, samenvattend. Met een lijst met adressen, binnen enkele seconden de huurpunten bepaalt en daarmee het huursegment en daarmee de gereguleerde prijs. En dat kan je naast de verhuurprijs leggen en kijken of daar een discrepantie zit, of dat misschien te duur of te goedkoop is verhuurd, zonder een ingewikkelde taxateur te laten komen of iemand die daadwerkelijk de punten telt. Dank voor de aandacht.